Ocean Bradway, dit was een hele zware wedstrijd. Hoe voelde die? Heel erg taai. Heel fysiek. Het leek of een paar van het team de focus niet hadden. We moesten gewoon harder werken en hun kwamen heel erg voorbereid. Met veel energie en wij konden er niet echt tegen vechten, jammer genoeg. Maar het moest veel beter. Maar is dat eigenlijk in één woord de hele wedstrijd, fysiek? Ja, fysiek. Is dat ook iets wat je eigenlijk verwacht had al na de uitwedstrijd, die heel erg close was? Waar zij waarschijnlijk heel veel conclusies uit getrokken hebben en hun gameplan op hebben gemaakt. Wat was voor jullie de verwachting dat jullie tegen zouden krijgen? Ja, zeker. Eigenlijk hetzelfde. Ze spelen het hele jaar al hetzelfde, maar het leek of ze thuis met niet zoveel energie speelden. En nu wel. En onze gameplan was hetzelfde, want vorige wedstrijd ging het goed. En deze wedstrijd waren we er gewoon niet eigenlijk. Maar het was eigenlijk al vanaf het allereerste moment. Wat gebeurt er op het moment dat Radenko zijn eerste time-out neemt en denkt van ik moet iets bijsturen? Ja, dat hun goed zijn begonnen dat wij een time-out moeten nemen. Normaal neemt Radenko nooit zo vroeg een time-out. Dus nu zagen we dat het niet goed ging en dat zag je ook gewoon, iedereen zag het. Wat zijn de elementen die je dan hier toch mee terug wil nemen naar de volgende wedstrijd? Harder trainen, harder werken, met meer energie de wedstrijd beginnen. Beter verdedigen in het begin. Genoeg dingen na deze wedstrijd. Nou is er in de pers heel veel conclusie vaak van ja, bal is te klein voor de gold, elite gold. Ze spelen daar, ze verliezen alles dik. Deze wedstrijd onderstreept dat een beetje. Heb je dat gevoel ook of heb je het gevoel dat je daar toch andere dingen uit meeneemt? Nee, zeker niet. Ik vind dat dit de eerste wedstrijd is dat we worden afgemaakt. De vorige wedstrijd Antwerpen hebben we 3/4 helemaal met ze meegespeeld. De wedstrijd daarvoor ook. We hebben tegen Luik gewonnen, terwijl Luik van Den Bosch weer met 20 heeft gewonnen gisteren. Dus ik vind dat we mee kunnen spelen. Misschien zijn ze een tikkeltje ouder, tikkeltje zwaarder, tikkeltje meer ervaren. Maar wij moeten ervan leren. Dus ik denk dat we hier gewoon goed zitten en genoeg van kunnen leren. Hoe zet je over zo'n wedstrijd heen met de blik op de volgende wedstrijden die nog komen gaan? Knipperen en aan de volgende wedstrijd denken. Heel veel succes, dankjewel. Radenko Varagic, is this a game with one word, the conclusion, physicality? But not only physicality, I think mentally also. I think we were fully off today. We have a tough week behind us. Monday, Tuesday and Wednesday we practice with 6 players. Only Friday, Thursday we have 10 players on practice. Really, I think, make a lot of problems for us. We are a young team who depend on good practice, on good preparation. This week we couldn't do what we usually doing, but I don't want to go into excuse. Charlois show all quality tonight. They were in the game. They have a lot of players who good have good game tonight. We were completely off defensively, especially. They scored 62 points in the paint from this 98. We were not tough enough. Only 2 players were little on the game. All other were completely off. With 2 players against Charlois, against any club, you cannot win the game.
We will see if tough period will be in front of us. Already two players are for sure out for end of season, Armin Stroil and Renard Svogeler. And we don't have a lot of players. Today, three players under 19 were in team. And I hope we'll stay healthy and finish season in a good way. If you look at the away game, that was close until the end, and then such a big difference in the home game. How can you explain that? But I think there we were with, I told there nobody blew out us. I think tonight Charleroi really blew out us, first team who blew out really us in the Golden League. And I think it's clear picture, there was five players who played good games. Scoring, playing defense, rebounding, and we were really unlucky then to lose the game. Tonight here, only two players were little in the game, all other fully off. Bad defensive defensive decisions, offensive decisions. But this is young team, and it's also on some part understandable, and we need to go further. I'm still happy that we are here and that we playing good against Belgian teams, and we will see. How do you pick up such a young team to get ready for the next game and that they don't mentally break over such a big loss? I told them just only through the practice. But problem is, can we have enough players for the practice? That is problem. Till this week, we were pretty lucky this season with no injuries, no big injuries, no big problems. But in last period, a lot of problems in last 7-8 days. And that really is, make that we struggling with practice. What are our power? Our power is practice, good practice, education players, making them better every day. That is what we're doing. But now we are not capable to do that. It's a tough game, but at the last 2 minutes, you have a couple of young guys coming in, scoring even a couple of points. Is that still something that you can enjoy and be proud of? Yes, enjoy. But for me, it's not a tough game, I must be honest. We in Serbia tell better to lose one game 40 points than a few game 4 points. That is what we always tell. This was already at the start of third quarter quite easy to see that we are off, they are on. And I use this game also to give little minutes to Kunle. We must understand that these three guys, Kunle, Troy and Tobias, today played everybody 30 plus minutes with under 18 and under 19. And very tough game. And that is that. We go further next practice Monday and we will see how we will do in next three games. Three more games, very tough games against maybe three from four best team in Belgium. And we will see how that will look. Thanks, coach. On to the next one. Thank you.